Een half jaar geleden besloot ik om een taboe binnen te stappen. Figuurlijk en letterlijk. Ik ergerde me al een tijdje kapot aan de heksenjacht op Martijn en besloot uit protest daartegen lid te worden. Dat werd me niet in dank afgenomen. Ik kreeg een stortvloed aan kritiek over me heen. Veel meer dan ik vooraf had verwacht. Misschien is het naïef, maar ik meende oprecht dat ik kon uitleggen waarom ik lid was geworden. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, het belang van een aanspreekpunt, etc. Helaas, bij het woord pedofiel krijgt vrijwel iedereen tegenwoordig een waas voor ogen en schuim op de mond. Praten is dan niet meer mogelijk. Sterker nog, met elk woord dat ik zeg, groeit de schuim. Ik kreeg ook de nodige adhesiebetuigingen, zeker. Vooral van kinderpsychiaters en hulpverleners. Maar het overgrote deel van de reacties was ronduit negatief, agressief zelfs. Voor een deel afkomstig uit de kring rondom de bekende Nederlander Henk Bres en zijn kameraden van ADO Den Haag. Ik moet gemarteld, verkracht en vooral vermoord worden. En als ik het zou aandurven om mijn gezicht in hun Den Haag te laten zien, dan hier ben ik. En dat alles omdat ik pleit voor een genuanceerd geluid rondom pedofilie. Vooral ook om kindermisbruik te voorkomen. Klagen wil ik niet. De mannen van Martijn hebben het pas echt moeilijk. Ze worden uitgekotst door de maatschappij of ze een strafblad hebben of niet. Het volk heeft zijn oordeel klaar en niemand mag daar aan tornen. Ze hebben gelijk, punt. Pedofielen moeten dood of op zijn minst gecastreerd. En de politiek, die houdt mee. Sterker nog, parlementsleden stellen graag een zeepkist ter beschikking waarop de boze burgers hun gehoor kunnen toeblaffen. Een typerend voorbeeld. Onlangs was ik de gast in het programma Debat op 2. Tegenover mij zat een verbitterde pedojager. Dat is tegenwoordig een gerespecteerd beroep. De vrouw bleef maar roepen dat pedofielen ongedierte zijn dat vernietigd moet worden. Naast haar zat CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt met een uitgestreken gezicht. Hij reageerde niet op de fascistische uitspraak. Ook niet toen ik hem daar nadrukkelijk om verzocht. Meerdere keren zelfs. Vervolgens opperde ik dat het wellicht een goed idee zou zijn om pedofielen een gele P op te naaien en in een kamp te stoppen. De pedojager en enkele andere gasten waren helemaal enthousiast. Opnieuw vroeg ik Tweede Kamerlid en zelfverklaard christen Pieter Omtzigt om te reageren. Stilte. Een overdovende stilte. Het typeert de politiek. Meehuilen met het volk. Een oog op de actuele peilingen gericht, de zakdoek theatraal in de aanslag, gevaarlijke kitsch. Afgelopen weken twitterde Pieter Omtzigt er lustig op los. Regelmatig had hij het over de slachtoffers van Martijn. Welke slachtoffers zou hij bedoelen? Het Openbaar Ministerie heeft immers geen strafbare feiten geconstateerd. Pure stemmingmakerij. Zoals gezegd stapte ik ook letterlijk een taboe binnen. Ik nam deel aan vergaderingen, stemde mee over het nieuwe bestuur en praatte één op één met verschillende leden. Ik heb de mannen van Martijn redelijk goed leren kennen. Geen onbaatzuchtige kinderverkrachters, maar betrokken idealistische mensen. Mannen die openstaan voor dialoog. Mannen ook die begaan zijn met mensen, ook met hun tegenstanders. Ik heb Martijn uit den Boogaard, mijn buurman, verschillende keren horen zeggen dat het hem spijt dat de buurtbewoners last hebben van zijn aanwezigheid. Voor de goede orde, hij heeft het over de mensen uit zijn wijk die zijn ruiten ingooien, in groepjes voor zijn woning posteren en dreigementen uiten. Met die mensen wil hij rekening houden. Nou, niet met de stenengooiers. Maar goed. Niet met de? Niet met de stenengooiers. Niet met de stenengooiers. Martijn heeft, zoals u weet, geen strafblad. Ondanks dat ik sympathiseer met vereniging Martijn, voel ik mij genoodzaakt om te stoppen met mijn actieve betrokkenheid. De in goedkoop frituurvet gedrenkte pijlen van de pedohaters raken meer en meer mijn familieleden. Daar kan en wil ik geen verantwoordelijkheid voor dragen. Het is triest dat je in Nederland blijkbaar niet kunt opkomen voor een controversiële mening zonder dat daar een volksgericht aan te pas komt. Dat zie ik als een nederlaag. Voor mezelf, voor de democratie. Ik verwacht overigens dat het Openbaar Ministerie de zaak verliest.
een vereniging via het civiel recht proberen te verbieden omdat die in strijd is met de openbare orde en goede zeden, is niet alleen sprinten op glad ijs, maar ook zagen aan de pijlers van de democratie. Een minderheid moet niet aangeklaagd, maar juist beschermd worden. Komt het tot een vrijspraak, zoals ik verwacht, dan dreigt er een gevaar. De kans is groot dat het volk, daartoe aangemoedigd door de aandacht van de populistische pers en dito politiek, dat het volk zich geroepen voelt om zelf voor rechter te gaan spelen. Ik moet er niet aan denken. De afbeeldingen van Golgen die enkele hate mails sieren, kunnen dan zomaar realiteit worden. 2 weken geleden gaf ik een lezing in de gevangenis van Dordrecht. De cipier waarschuwde me vooraf. Bij sommigen werkt dit snappertje niet zo goed. Vond ik een mooie uitdrukking. En misschien moeten ook de pers en politiek daar eens rekening mee gaan houden.